Bent u een kind van God? Ben jij een ware gelovige? Hebt u deel aan Jezus en zijn gerechtigheid? Het zijn uiteindelijk wel hele diepe vragen. Ze zijn er misschien die zonder twijfel zeggen: ja, ik ben zo'n gelovige. Ja, ik ben bekeerd. Ja, ik ben een kind van God. Misschien wel dat ze het altijd ook wel weten. En dat ze daar ook nooit eens aan twijfelen. Ze zijn er echter ook die op die vraag geen antwoord durven te geven. Ze durven niet te zeggen dat ze erbij horen. Ze vinden het te hooggestemd en te hoogdravend om zichzelf een kind van God te noemen. Ja, ze hebben de Heere Jezus nodig. Ze zijn aangewezen op de gerechtigheid van Christus. En ze zoeken ook een veilige schuilplaats bij God. En toch, ze durven zich niet te rekenen bij die scharen, bij die kudde van herder Jezus. Het is voor hen te groot om zichzelf een kind van God te noemen en God als hun vader te noemen. Hoe moeten we dat nou zien? Allereerst, we hoeven en we mogen twijfel nooit goedkeuren. En geloofszekerheid mogen we al helemaal niet afkeuren. En tegelijk, het gaat er niet om hoe jij jezelf beoordeelt. Het gaat er wel om wat God van je vindt. Want stel je voor dat u uzelf houdt voor een ware gelovige. Maar God doet dat niet. Of dat u uzelf erbuiten plaatst, terwijl God u erbij rekent. Ik hoop dat u mij begrijpt en dat jij me begrijpt als ik het zo zeg. Het is dus ook niet het belangrijkste of ik mijzelf als een gelovige zie. Het gaat erom wat Jezus Christus van mij zegt. En dat zien we nou terug bij die Canaanese vrouw. Als thema zetten boven de prediking het geloof van de Canaanese vrouw. Vier gedachten. Dat is beproefd, benoemd, betwijfeld, bevestigd.